Ik snap hem niet helemaal, maar hij doet het eigenlijk wel. Lampje! Ja! Kijk, Shalom heeft bier op de gang. Oh, stout. En kijk, maar die Cyrus, die gaan we straks nog even verkrachten, maar dat doen we de volgende keer wel. Ja, dit is wat Harmen op de deur heeft hangen, die vuile viezer. Nou ja, op zich, kan allemaal niet in de gesprek. En dit hangt bij Ayla op de deur. Hey, dank u wel, hè, dank u wel. Ik heb tenminste een vriendin, hey. Dag Ayla, hoe gaat het met jou? Ik heb een andere hoor, met je spleetje tussen je tanden. Hé, hey, dat is niet van mij. Ja, dat is gewoon, gewoon van mij. Ja, niet van mij. En Jonathan die had vandaag zin om zijn kamer eens een keertje op te gaan ruimen. Dus na een flinke portie rukken is hij dus weer een heel beetje verder met zijn leven. De doekjes waren initieel blauw. Maar nou ja, Jonathan die schijnt een hele grote piemel te hebben. Dus ja, wat doe je er tegen? In ieder geval, we gaan heel even de andere kamers binnen. Ja. Want er zijn nog leukere dingen te zien. Oh, geweldig. Zoals bijvoorbeeld Chuck's kamer. Allereerst zijn voordeur. Posters van lekkere chicks? Nee, doe mij maar gewoon een. Chuck is cool. Open de deur. Het is eng. Een computer. Donker. Het is vooral heel donker inderdaad, zelfs op deze camera. Een lampje, en dan een raampje, en een kastje, en een boxje. En dat was weer ja, zijn kamer. Oh, wacht. En de strijkplank. Met een tossieapparaat, uiteraard. En de wasmand, en die zit goed vol. Wat? Ik moet opruimen. Openen wij dus Charlon's kamer. Kijk, daar staat Charlon. Ja. Voor degenen die blind zijn, Charlon. Nogmaals, een keileidershirt van de afgelopen keiweek. Die van Chart ligt ergens verbrand op het binnen van de oceaan. Hier zien wij nog een computer. Met allerlei informatie die we blijkbaar niet kunnen opnemen op deze camera. Kutding. Een beeldscherm waar geen kut mee wordt gedaan. Een kratje bier. Nog een kratje bier. Nog een kratje bier. Zijn nog een kratje bier. Hé, hey, kratje bier. Ja, Shalom, wat zuip jij veel, jongen. Top. Slecht van je. Dan hebben we nu waardeloze kutmuziek. Honing erop. Een poster van Rose McGowan. En gaan we verder, want dit zuigt.